voor ik het vergeet, ik las in het lokale dagblad ook het verhaal over den nieuwe prins Erik den Eerste van Oosterwijk. Hij gaat zonder vrienden elftal in Oosterwijk heel de carnaval rond. Dat laatste valt dan uiteraard ook wel te begrijpen, want hoe je in Oosterwijk in vredesnaam aan 11 vrienden moet komen. Weet je wat er ook bezienswaardig is? Jan Ermelinde is hier, je weet wel dat beeldje dat hier bij de kerk staat. Als je nou uit de schoolstraat gereden komt en je kijkt zo op de rug van dat beeldje, dan moet ik toch altijd aan iets anders denken dan aan een geestelijke. Ja, maar de bestraten maakten werkelijk van alles, maar een schonder vak is het niet. Het is gewoon keileuk, keigaaf. Een paar weken geleden ben ik er aan het bestraten en ineens een gegil. Komt door een vrouwke aangerend. Ik ben verkracht. Ik zeg, rustig vrouwke. Ik zeg, heb je gezien wie het was? Nee, ik heb niks gezien. Ik zeg, mevrouwke, ik weet toch wel, was hij groot, was hij klein, was hij breed, was hij blank, was hij zwart? Ik weet van niks. Ze zegt, ik weet wel, hij zat in de gemeenteraad. Ik zeg, maar vrouwke, kom er daar toch bij? Ja, ze zegt, toen je er helemaal in zat, deed hij niks meer. Toen ik een cursus zag voor helderziende, werd ik meteen enthousiast. Het had wij voeten in de aarde voordat ik er kon beginnen. De cursus werd 3 keer afgelast wegens onvoorziene omstandigheden. Maar uiteindelijk konden we dan toch beginnen. Als eerste moesten we materiaal gaan regelen. Tarotkaarten, wierook, kaarsen. En ik denk, die ga ik niet allemaal zelf kopen. Die ga ik me eigen laten sponsoren. Dus ik hier naar Gifts for You. Daar kreeg ik de wierook en de kaarsen cadeau. Nou had ik voor die kaars had ik eigenlijk een veel lucratiever contract met Christine Leduc in Tilburg. Had ik van die mooie, witte, rechte kaarsen gekregen. Alleen ik kon de lontjes niet gevonden krijgen. Vorig jaar stond ik hier dus met de botsauto's. En dit jaar heb ik een nieuwe attractie. De Sky Devil. Je moet het toe ergens voorstellen. Je butst met 150 kilometer achteruit per uur over de kaaien. Schone naam. Of niet, Sky Devil? Heb ik zelf bedacht. Devil, omdat hij zijn verrekkers duvels hard gooit. En Sky, omdat die leren stoeltjes niet te betalen waren. Eens even kijken. Er zit een mooi kortje bij, Bert. Eens even kijken. Versneeuw watje. Op de eerste dag schiep God de aarde. Op de tweede dag het woud. Maar als ik jou zo zie, mocht ook God wel eens een fout. Bert.